Hallo mensen van Likon Gameplay, ik ben Mike van Meer en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Super Mario 64. En we waren hier gebleven, we hadden net een vulkaanlevel gebied. En ineens spring ik erin. Dat ging echt per ongeluk. Swimming Beast in the Cavern. Dit level ken ik niet. Oh wacht, ik ken hem wel. Hallo, kijk. Minecraft, glowstone lamps. Oh, zo grappig. Ah, grappig. Ja. Voor de 7-jarige kijkers onder ons. Minecraft bestaat nog steeds. Ik zou het gaan spelen in plaats van mijn video's gaan kijken. Dankjewel. Voor de rest heb ik niks te vertellen. Ja, voor de rest heb ik geen... Hallo, botje. Wat heb je erover te zeggen? zag Mario zo verschuiven. Spoel even terug en zo. Meep. Juist. Work elevator. For those who get off here, grab the pull of the left and slide careful down. Get the pull of the left. Oh, die paal die midden in mijn beeld staat. Ja, die zag ik niet. Oh, ik liet een boetje, maar je hoort het niet. Omdat ik hem inhoud. Oh, dit is weer. omdat ik een beschaafde jongen ben. Kijk, wat de fuck moet ik nou doen? Fucking camera hoeken. Hey, dat was de bedoeling. juist. Ik ga wel hierheen. Dit level vind ik echt nu al kut. Ik weet nu al dat ik kaart ga aankloten omdat ik het niet ken. Ik heb dit level nog nooit ergens gezien of zo. Dus oh, pressure plates. Serieus. Fuck my life. Ja, ik heb het wel gezien, maar ik weet het gewoon niet meer. Het is niet meer in mijn geheugen blijven zitten. Dan kun je wel weten hoe erg het is bijgebleven. Ja. Hoofd. Ik wil graag dat je deze kant op gaat. Hoor ik nou? Ja. Dit is best wel grappig. Die muziek ook. Dat is van, ja, van Mario. Wow. Fuck my life, it's now or never. I just wanna live. Zo. Wow. Wat? Oké, ik dacht al, ik wil hier weg, maar het lukt niet. Oh, ben ik weer helemaal hier. Nou, bedankt game. Fucking. Fuck my life, it's now or never. I just wanna live forever. Na 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 na. Fuck my life. Ik wil wel nog wel even in die kamer met die gekke dingetjes die je daar net zag. Want ik weet dat daar een toot is die mij een ster geeft, hoop ik. Nee? Nee? Oh, oké. Okay. Kijk, hallo Toad. La la la. Yay! Tadaa! Ster nummer 26. De aflevering is niet compleet gefaald. Yes! Yay! Oké, ik kan weer stoppen. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Nee, grapje. Ik ga gewoon lekker door. Ik wilde vandaag praten over Cake op de Week. Cake op de Week, wat is het? Stap 1, wat is het? Ja? Hou je bek! Oké! Ik moet eten, maar kijken hoe lang zijn we bezig? 4 minuten. Ja. Boil the big bunny. Ik kan ook wel even 1 leveltje doen. Sst. Even je mond houden. Oh my gosh! Oh man, ik ga gewoon meteen al dood. Cake op de Week. Ik had woensdag, vandaag is het vrijdag als ik dit opneem, had ik Cake op de Week. En dat wist ik niet. En wat is Cake op de Week? Dat is een soort... Serieus. Oh man. Ik had het nog slechter. Cake op de Week is een soort spreekbeurt waarbij je twee nieuws... dingen van tegenwoordig moet bespreken. En of zo. Over het nieuws van tegenwoordig moet bespreken. Waarom komt er ineens allemaal vuur uit? Dat is niet de bedoeling. Oh my gosh. En ik moet op de vulkaan klimmen. Ja, hoppa! In de vulkaan.
1, 2, 3, hoppa. Omdat de makers van deze game zo fucking onorigineel waren, doen ze gewoon... Shit. Oh my gosh. Doen ze gewoon 2 levels in de vulkaan. Zeg maar, fuck it. Gewoon nog 1. Ja. Game of the Week is dan 2 dingen moet je bespreken en of het nieuws is en of het een maatschappelijk probleem is. Ik ga jullie niet vervelen met maatschappij leren, want dat moet je maar lekker zelf doen. Ik deed het over MH17. Ik wil niet nu grappen maken over MH17, want dat vind ik gewoon erg. Ja, dat doe je niet. Kijk, over ebola, dat kan me niks schelen, maar als je het over MH17 grappen gaat maken. Mijn basisschoolleraar uit groep 8, die zat in die vliegtuig, in dat vliegtuig. En dan vind ik het echt stom als ik nu grappen erover ga maken, snap je? Kijk, je vraagt je misschien af wat is de moeilijkheidsgraad. Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Maar die kwam dus nog. Er komen fucking veel platformen en als je dan nog gehaald hebt, als je dan zo'n skill based bent, dan komen er altijd nog van die palen die je aan zitten te prikken. Ja, in principe kan je nu gewoon stil blijven staan en niks doen. Dus ja, ik ga zo even de video op pauze zetten en dan knip ik 2 stukken achter elkaar en dan is voor jullie 1 seconde en voor mij is het 1 etenspauze van ongeveer 3 kwartier of 1/2 uur. Kijk, nu moet je dus de paal vastpakken en dat lukt dus niet. En nu ben ik dood. En ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering, maar ik zie jullie zo. Tot zo. Hallo mensen, daar ben ik weer. We gaan weer gewoon lekker verder waar we waren. Ik heb lekker gegeten en geslapen en scouting gehad en andere zooi. Want ik heb het niet meteen na het eten opgenomen omdat ik geen tijd meer had. Want ik moest naar scouting en dat was ik even vergeten. Oh fuck. Nee, dat was ook niet de bedoeling. Nee! Oh my gosh, als ik nu door hem dood word gemaakt, dan word ik echt boos. De eerste helft van deze aflevering. Nee. Had ik het over Cake of the Week. En toen had ik uitgelegd dat het over... Hij komt weer vuur. Over 4 nieuwsfeiten gaat. Nieuwtjes in een krant of zo. En daar moet je dan je ding over doen. Dat ik het dus woensdag had en ik had hem gewoon niet gemaakt. Oh fuck. Tering Jantje. Ik heb nu trouwens 2 levens extra omdat ik opnieuw het ding opstart. En niet meer 1 leven. Dus dat is wel handig. Hey, voordeel van de zaak. Oh mooi, ik hoef niet meer naar die fucking vulkaan te lopen. Ik kan nu gewoon lekker mijn hobby doen. En dat is doodgaan. En ga maar. Wanneer gaat hij rollen? Hij rolt al! Toen wij in Rotterdam waren, deden we het echt de hele tijd bij iedere roltrap zeggen. En er zijn echt heel veel roltrappen. Zo, mijn stem. Wacht even. Ik ga even dood. Ja, oké. Okay. Springen! En, ik had dus dat ding. Yes! Dat ding was ik dus vergeten om te doen en dat ik het had. En toen was het... eigenlijk zou ik dan 1 krijgen, maar daar stemde ik niet echt heel erg voor in. Oh my... Oh my fucking gosh. Fuck jou, Bowser. Fuck jou. Maar... Ik weet niet wat ik er nog meer over moet vertellen. Het was gewoon heel erg stom. En ik ben op zich wel heel erg goed door in spreekbeurt, aangezien ik nu... Ik heb meer geleerd door YouTube, door te spreken, te praten, te iets te doen. Ja, je snapt wat ik bedoel. Ik kan sneller, ik ben minder zenuwachtig als ik zomaar met iemand voor de klas sta of zo. Omdat ik weet hoe het is om voor grote groepen, tussen aanhalingstekens, te praten. Want jullie zijn niet echt een grote groep of zo. Klimmen. En jump. Shit. Ah, tering Jantje. Kom op het platform, op het platform. Nee hoor, natuurlijk niet. Echt gewoon, als je 1 keer van de platform afvalt, ben je gewoon al meteen dood. Je hoeft niet eens 1 leven eraf te gaan. Je gaat toch wel dood. Van al dat Mario gedoe. Verdomme. Ja, ik ben dood. Oh nee, toch niet.
Oh, Mario, hou je teringbek. Ah! Mario! Verdomme. Daarom ga ik nu praten. Ik weet niet meer te vertellen over Cake of the Week. Dat was het al ongeveer wat ik de eerste helft had verteld. Ja. Sorry dat ik zo stil ben, maar... Ik moet even vol concentreren. We gingen... gisteravond gingen we... Ik ben nu trouwens echt vet moe omdat het ochtend is. Ja, ik neem het gewoon om. Ochtend, het is 11:30, maar... Sst. Hou je mond. We gingen suikerklontje raspel doen. Dat is... dan ga je langs de deuren. En dan bel je aan. En dan heb je één suikerklontje en zeg je... we hebben een suikerklontje. Wil je het ruilen tegen iets anders wat net iets meer waardevol is? Dus dan krijg je op een gegeven moment... krijg je een theezakje van dat persoon. En dan... Shit. Ah, man. Ik stop er ook gewoon mee. Ik ga niet meer in die vulkaan. Niet doen. Stop. Niet meer luik. En dan krijg je een theezakje. En dan krijg je van een of andere vrouw krijg je een vaas. En voor die vaas krijg je weer een pakje. Krijg je weer een koekenpan. En voor die koekenpan krijg je weer een tv. En daar zitten dan nog stappen tussen. Maar dat maakt even niet uit. En dan, oei. Hallo boe. Hallo. Heb ik die al gedaan? Volgens mij wel. Volgens mij heb ik die best wel veel gedaan. Oh, oh. Don't touch me, ass. Don't touch me. Can't touch this. Verdomme, boe. Verdomme, Mario. Sterf. Yes. Yay. Ik weet niet of ik hier al in ben geweest, of niet. Nee. Go on a ghost hunt. Let's go. Hier ben ik in dit ding ben ik best wel goed. Dat is niet zo heel moeilijk. Namelijk. Of zo. Ik weet niet wat namelijk in Duits is. Ik ga niet al de rode munch doen, want dat kan ik nu toch nog niet doen. Hoi. Hoi, ja. Weg hier. Nee, dank je. Ik hoef geen stoel van mijn gezicht. Doei. Au. Verdomme. Ik ben dood. No. Op een gegeven moment kwamen we dus deden bij iemand aanbellen. En ik hou altijd gewoon mijn praatje van hallo, we zijn van da 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 en wij da 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 en wij doen het suikerklontje raspel en bla 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 bla. En die vrouw deed dus open, maar ik had niet door dat ze net uit de douche kwam en dat ze dus naakt was. Dus ze zat zo om het hoekje van de deur zodat niemand haar geslachtsdelen zou kunnen zien. En ze zei zo van ja, en ik zei, hallo, we zijn da-da-da-da, en da-da-da-da-da-da-da-da-da, en toen, mijn vriendin, die zit ook op de scouting, en die zei toen, eerst de naam van, oh man, ik ben niet dood, oh wacht, hier ga ik heen, dit was de bedoeling hoor jongens, ik denk niet dat dit, per ongeluk ging ofzo. Waarom komen er geen boos? Boos. Door nu te boost komen. Come on. Need us. Oh, stom. Stam. Oei. Oké, daar niet, hè. Ik weet ook niet wat ik moet doen. Ik zei dat ik goed was in de level, maar ik weet niet meer wat ik moet doen. Lol. Yeah. It's creepy. Creepy. Oei. Lekker lopen. Wanneer gaat hij liften? Hij lift al! Ja, ja. Au. What the fuck, oog? What the fuck? Ik ga je nu vermoorden door heel snel een rondje om je heen te draaien. Au. Jee, 5 levens erbij. Hoppa. Dus ik deed gewoon mijn praatje van hallo, da 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 da. En toen mijn vriendin zei van... zei eerst de naam van een ander, want dat is echt iemand die meestal gekke dingen doet. En ze had niet verwacht dat ik dus gewoon door zou praten. Dus, en toen zei ze pas mijn naam. Toen zei ze, Mike, ze is naakt. En ik zo, oh ja. Joostan, hoe kan dit? Geesten kunnen niet dood, ze zijn al dood. Oh my gosh, it's a new invention. Jakker.
Ja. Ik weet niet, wat moet je nou doen? Waarschijnlijk is met die geesten, dat je ze dood moet maken. Maar moet je nou alle geesten zoeken of zo? I don't know. I don't know where I belong, but I belong to you. Auw. Dit is helemaal geen pijn, maar toch. Alsnog, auw, mijn gevoelens. Oké, eerst wel dat oog dood maken. Nee, boe, nee. Je bent ook dood. Dood. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Ja, bloemetje. In dit level is het heel makkelijk om 100 blauwe muntjes te halen. Of 100 munten te halen. 100 muntsterren is heel makkelijk. Kom maar hier, stoeltje. Kom maar hier, zo. Hallo, 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 hallo. Ik ga hier weg. Doei, later, bitches. Later, bitches. Ah, piano. Fuck. Ik zit... Ah, ik word verkrankt door een piano. Groot muntje. Het is allemaal waard. En... Oh, super! Nee, ja. Cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha. Spring! Spring als de wind. Maar de wind kan helemaal niet springen. Hou je mond. Ja. Oh, auw. En... Ja, goed genoeg. Hop. Flop, Hatsen, Kidee. Ja? Ik hoor een leuk, vrolijk makend muziekje, dus ik hoop dat er iets goeds gebeurd is. Laten we even naar het midden gaan. Holy fuck! Oh! What the fuck, ik hoor het geluid van Bowser. Als Bowser beschadigd wordt, weet je wel. Dat is wel heel apart. Ja, what the fuck. Ja, de ster. En hierbij ga ik jullie... Komt de trap nog of... Ja, dat wil ik horen. Hierbij bedankt jullie voor het kijken van deze aflevering. Doe zeker een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Laat ze achter in de comments beneden. Abonneer. Dan heb ik nog één ding te zeggen. En dat is... Later!